hij is in staat om, om de dingen die belangrijk zijn, ontwikkelingsspeelwijze, het benaderen van spelers, het werken met een grote technische staf goed in te vullen. Dus daarom hebben we besloten om na een uitgebreide evaluatie met hem verder te gaan. Maar waarom hebben jullie al in zo'n vroeg stadium besloten om met Vreven door te gaan, ook volgend seizoen? Ik vind het heel gemakkelijk. Een trainer die in een moeilijke fase binnenkomt, halverwege het seizoen. Die snel aan alle zaken moet wennen vanuit NAC. Die het goed doet. Je ziet het in ontwikkelingsspeelwijze, hoe die omgaat met alle geledingen in de club. Ja, vinden we het belangrijk om een signaal te geven dat we tevreden zijn. En uiteindelijk met hem verder willen. Dus die tijd, daar staan bepaalde afspraken in qua datums. Op het moment dat je ervaart dat het goed is, ja, is prima om hem duidelijkheid te geven. Maar critici zullen zeggen van ja, waarom niet gewoon wachten tot aan het einde van het seizoen of na de play-offs? Dat kan makkelijk. Wij kijken naar andere criteria. En wij doen het op de manier zoals wij vinden. We hadden met hem duidelijke afspraken. En prima, goed is goed. We willen ook naar de groep duidelijkheid geven. Dus voor ons is het gewoon een logisch vervolg van de manier van werken van Stijn.